Hallo allemaal, het is weer vroegdag in het mooie Feyenaard. Gisteren druk bezig geweest in de tuin, de vakanties zijn hier namelijk begonnen. Dus ik ben vrij, even niets aan mijn hoofd, geen studio, geen optredens, wat ik overigens wel heel erg leuk vind, maar goed. 2,5 week gewoon echt vrij. En het heeft geresulteerd in een hele strakke tuin. Check het maar even. Staat er weer goed bij. Het is weer helemaal gemaaid. Dik voor elkaar. Onkruid vrijgemaakt. Dus dat is dik voor elkaar show. Maar is ook weer helemaal gelukkig. Helemaal blij dat de tuin helemaal weer strak is. Maar goed. Over strak gesproken. Ik ben zelf ook weer druk aan het trainen zoals jullie zien. Ik lig goed op schema voor Tour de France. Want vanaf januari gaan we natuurlijk weer het theater in. En dan gaan we echt iets moois te laten zien. Dat kan ik je verzekeren. Ik zit nu op 15 kilo eraf. En ik moet zeggen, ik voel me ongelooflijk goed. Ik voel me lekker fit. Maar dat betekent wel elke dag fietsen, lopen, cross trainen, kortom, noem maar op. En dan natuurlijk de kids vermaken, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Hè? Want die zijn natuurlijk ook vrij. En die hebben natuurlijk echt het vakantiegevoel nu. Dus dat is één groot gezellig huis vol met... moet je zeggen, hormonen die gewoon blij zijn dat ze gewoon op vakantie kunnen straks. Maar ik ga eerst even het lichaam weer in het gereel zetten. Dat betekent weer lekker fietsen, cross trainen. En dan gaan we eens even kijken wat er op onze eerste vakantiedag op ons gaat afkomen hier in het mooie Feyenaard. Nou, ik zou zeggen, volg het allemaal. Dan gaat Fransje weer eens even flink tekeer. We gaan vandaag voor de afstand... Nou, even kijken dan mensen. Afstand krijgen we 10 kilometer. Hoppakee. Dan zetten we hem gelijk door naar 8,5 kilometer snelheid. Nou, daar gaan we. 10 kilometer gaan we rennen. Ik zou zeggen tot zo. Dan ga Fransje even flink een keer op de loopband. Oh, jongen. Oh, niet normaal. Maar 7 kilometer. Oh, afzien. 10 kilometer gelopen. Mijn kletsnat. Ik heb echt afgezien. Hele t-shirt is, serieus. Echt drijfnat. Maar ja goed, straks gaan we 2,5 uur knallen in het theater. Dus dan moeten we fit zijn. Dan gaan we weer een volle bakken tegenaan. Dan gaan we echt 25 jaar Frans Bauer gaan we vieren. Dus dat wordt ook echt een mega spektakel. Met heel veel dansen, met heel veel meezingen, met heel veel... bijzondere dingen die we eigenlijk nooit eerder hebben gedaan. Dus dat betekent keihard trainen, elke dag maar weer. Maar voor nu ga ik even een sprintje trekken onder de douche. Lekker een banaantje eten en dan gaan we de vakantie inluiden, zou ik zeggen. Lekker een douche genomen. Banaantje erbij, ik zeg maar zo. Laat je gaan, eet een banaan. En ik ben erop gekleed. Hoppakee. Ik dacht, wat een grappig t-shirt. Die ga ik eens even aantrekken. Onder het genot van een lekker banaantje. Nou, Lucas is hier ook al lekker bezig. Wat ben je aan het doen, schat? Aan het doen. Je bent armbanden aan het maken? Ja. Nou, die worden wel heel erg mooi, hè? Ja, ik ben ongelooflijk trots, mensen. Want Lucas is over. Vertel eens even, Luc. Naar welke klas ga je volgend jaar? 5. Hij gaat naar groep 5, mensen. Trouwens, ik heb ook een heel mooi. Zo, die is echt gaaf. Een regenboogarmband. Met de mooiste kleuren. Kun je van mij ook zo'n prachtige armband maken? Weet je niet, want ik heb een filmpje gekeken. Ik zou graag een blauwe willen. Lijkt me heel erg mooi. Zo eentje die je om hebt. Zo eentje. Vind ik echt keigaaf. Ja, hij is over mensen. Hij had een prachtig rapport. Hij is super goed in rekenen. Hij is super slim. Ik denk dat hij professor wordt. Nope. Ja, echt wel.
En Frans Bauer junior over. De twee oudsten naar VWO. VWO, ja, je hoort het goed. Die wijsheid hebben ze niet van papa, maar ik denk van mama. Dus mama is ook heel erg trots. En Maris? Jij bent ook kei trots, hè? Op onze zonen. Maris heeft een nieuwe bril, mensen. Kijk eens even. Oh, een prachtige bril. Dat is niet nodig. Nee, ik vind dat die hier heel erg goed staat. Mag ik even zeggen? Ja, ik ben er ook blij mee. Ik zie alles weer heel een stuk beter. Ze ziet alles weer beter. En wat is er papa, fijner mama. Als een blije vrouw? Mama, is niks beters ik eigenlijk? Ondertussen is er een computer bijgekomen. Wat ben je aan het doen, Lucas? Wat is er nou aan de hand? Ladderarmband aanmaken. Een ladderarmband? Zo eentje. Oei, oei, oei. Nou wordt het echt serieus. En dat doe je even onder begeleiding van een filmpje op YouTube. Ja. Nou, hier. Kijk. Zo werkt dat dus. Misschien leuk om ladderarmbanden te maken voor mensen die ladderzat zijn. Ik snap hem niet. Je snapt hem niet. Nou, als mensen heel erg dronken zijn, zeggen ze ladderzat. Dus dan kunnen ze een ladderarmband aan. Snap je hem nog steeds niet? Maar die hij aan maken is wel heel moeilijk hoor. Die snap ik helemaal niet. Nee, ik moet dat zeggen dat ik het helemaal niet snap waar jullie mee bezig zijn. Want ik vind dat echt een... drama. Een drama, ja. Heel goed voor jou, Lucas. Even een bakje koffie erbij gepakt. Het gaat lekker met de armbanden, zie ik hier. Dat lijkt op zo'n heksen. Het is wel een enorm gepiel dat armbanden fabriceren. Dus dit is een heksenarmband. Een heksenarmband, mensen. Hij zegt dat dit een heksenarmband ja, is. Ja, zo heet het. Hey, en hoe herken ik dan een heksenarmband, als ik vragen mag? Hier lijkt het een beetje op een heks aan het roeren. Dus dat is wel een beetje een oké. Okay. Heksenketel. Dus. Een heksenketel. Ik vind het heel erg slim van je, Lucas. Ik wil zeggen, ik doe gewoon maar wat. Je doet gewoon maar wat. Hey, en waar zijn je broers? Nou, die liggen nog lekker op bed. Die liggen nog lekker op bed, mensen. Zo gaat dat in de vakantie. Die slapen lekker uit. En Lucas Bauer is al lekker druk met armbanden maken. Dus als dat de hele vakantie zo doorgaat, dan ziet het eruit. Papa, zal ik jou dit misschien leren, maar dan doe ik zo eentje. Een makkelijke, ja. Een makkelijke, nou. Doe mij dat eens even leren. Leg jij mij eens even uit hoe dat werkt. Nou, hier hebben we een rekje voor jou. En dan? Wat gaat er nu precies gebeuren? Dan moet je een kleurtje uitkiezen. We kruisen hem. We kruisen hem. Okay. Doe twee keer zo. En twee. Zo, heel knap. Heel knap dit. Doe nog een keer. Ja. Pak je zo'n haakje. En dan pak je de onderste met dit haakje. Ja. En dan trek je die van onder naar boven. En dat is het. Wat een ongelooflijk veel geduld heb je eigenlijk. Ik sta er verbaasd van. Ik heb er vier. Je hebt er al vier gemaakt. Nou, ik ga dat ook proberen. Hier, je haakje. Een haakje. Ik vind het wel een beetje een meidenkleur, weet je, voor mij hebt uitgekozen. Ja, jongen, ik pak er gewoon maar hier, man. Roze. Want welke kleur zou jij nemen dan, als jij mij zou zijn? Blauw. Blauw, hè? Nou, mensen, ik ben hier nog wel even bezig met de armbanden maken. Wij wensen jullie natuurlijk allemaal een hele fijne vakantie. Geniet van de rust, geniet van elkaar en maak er een onvergetelijke tijd van. Nou, ik zou zeggen, tot vlogs allemaal en tot de volgende keer. Doeg! Doeg! Daar is hij dan, dames en heren. De man die in Brabant elke feest zou afbreken.